Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Renuka Rajaram en mijn kanaal gaat over van het Engels naar het Nederlands. Dus ik hoop dat jullie dit allemaal super leuk gaan vinden. En vandaag ben ik hier met deze make-up look. Het is een hele heavy eye look, maar wel verder heel simpel over het gezicht heen. Dus ja, als je wil zien hoe ik dit heb gedaan, blijf kijken. Oké, dus als eerste begin ik met het reinigen van mijn gezicht. En hiervoor gebruik ik de Clinique Clarifying Lotion. Deze is echt geweldig. Ik had best wel veel last van puistjes en acne bij mijn wangen. En deze Clarifying Lotion heeft heel erg geholpen met het reinigen van het gezicht. Maar ook het kalmeren van de puistjes. Dus deze zou ik echt aanraden voor mensen die last hebben van acne. Dan ga ik met een watje dus over mijn gezicht heen. Maar het kan zo zijn dat het een beetje gaat branden of prikken. Maar dat is heel normaal bij deze lotion. Oké, dat is dan gedaan. Heel veel mensen gaan meteen verder met hun gezicht. Maar ik begin altijd bij mijn ogen. Want als er een eyeshadow op je wangen valt of iets dergelijks, kan je het altijd even wegvegen. Oké, voor het volgende stukje kom ik iets dichterbij. Jullie wat dichterbij gebracht, zodat jullie het goed kunnen zien. Ik ga nu een lipbalsem opdoen. En deze is heel fijn. Deze lipbalsem is heel fijn. Ik heb hem van India meegenomen. Het is van het merk Himalaya. En hij ruikt ook super lekker. Goed, ik ga nu verder met mijn wenkbrauwen en dan de ogen. Dus voor mijn wenkbrauwen gebruik ik de Anastasia Beverly Hills Dip Brow. Om deze pomade aan te brengen gebruik ik het kwastje voor de wenkbrauwen. Deze kan je gewoon loskopen. Ik pak het product en in het kapje ga ik zo uitblenden. En dan heb je niet te veel product op je kwast, maar wel genoeg. Dus wat ik doe, ik begin bij mijn wenkbrauwen aan de voorkant. En dan ga ik heel rustig streepjes zetten. En de wenkbrauw invullen waar hij een beetje wat gaatjes heeft. En ik hou zelf wel van volle wenkbrauwen. Als je daar niet van houdt, kan je het wat lichter doen. En make-up is natuurlijk je eigen keus. Dus je moet zelf doen wat je zelf mooi vindt en niet denken aan anderen. Met wenkbrauwen altijd beginnen met een klein beetje en dan verder opbouwen. Want als je eenmaal te veel hebt gezet, ja, dan is het een beetje moeilijk om dat bij te werken. Ik ga dit stuk versnellen en ben ik zo bij jullie terug. Oké, zoals je kan zien, ik heb mijn wenkbrauw ingevuld. Maar de voorkant die laat ik altijd een beetje open, want ik hou er niet van als de voorkant heel vol is. Want dan krijg je echt zo'n hoekig effect en ja, ziet het er heel onnatuurlijk uit. Ik ga nu weer bij het beginstukje een streepje maken. En je kan daar ook gewoon wat haartjes tekenen. Het is net wat je zelf mooi vindt. Als je alles maar goed blendt. En dat is het belangrijkste bij make-up. Want het is helemaal niet mooi als je gewoon strepen ziet. Goed, dit herhaal ik voor het andere wenkbrauw. En dan ben ik weer terug met het andere. De wenkbrauwen zijn klaar en nu ga ik verder naar de ogen. Wat ik hiervoor gebruik is de Urban Decay Primer Potion. Dit is een oogschaduwbasis. En ik vind deze heel goed. Ik maak een paar stipjes op mijn ogen met deze primer. En je hebt echt heel weinig nodig. Er zit heel veel in het tube in vergelijking met wat je nodig hebt. Het is best wel een wat duurdere oogschaduwbasis. Maar het werkt heel goed. Ik gebruik gewoon mijn vinger om te blenden. Ik vind dat het fijnst. Je kan natuurlijk ook gewoon een kwastje gebruiken. Maar ik vind dat ik dit het beste op mijn oog kan aanbrengen met mijn vingers. Goed, nu pak ik een kwastje. Deze is van Morphe. En die ga ik gebruiken om mijn wenkbrauwen te contouren. En ik pak wat foundation. En de foundation die ik op dit moment gebruik is van Estée Lauder. Is een beetje vies, maar goed. Deze is in de kleur Shell Beige. Ik vind het een mooie kleur, alleen hij is een beetje te donker, vind ik. Maar met een goede concealer balanceer ik hem weer uit. Wat ik nu ga doen is, ik ga weer terug naar de wenkbrauwen. Ik heb wat foundation op mijn hand. Hier. Ik pak het op met het kwastje. En ik ga mijn wenkbrauwen uitlijnen. En wat ik dus doe, is ik ga hem perfectioneren waar ik hem wil perfectioneren. En dan ziet de wenkbrauw er veel strakker uit. De camera ziet het eruit dat de kleur heel goed matcht. Maar in het echt ja, is hij toch wat aan de donkere kant. En wat meer een warmere ondertoon, terwijl ik zelf een wat gelere complexie heb.
en vergeet de voorkant niet. Om deze foundation uit te blenden gebruik ik mijn Beauty Blender. Ik heb het natuurlijk nat gemaakt en dan ga ik gewoon wat stippelen. Oh, er zit een foundation in mijn haar. Maakt niet uit, joh. Dus de foundation is geblend. Voor eyeshadow ga ik een Colourpop eyeshadow gebruiken. Dat is deze. Het is een Super Shock Shadow in de kleur Drift. Het is een prachtige donkere kleur. Wat ik ga doen, ik ga gewoon het kleurtje oppakken met mijn vinger. En die dep ik dus op mijn ogen. Dit is denk ik een van mijn ooglooks die super snel is, maar wel heel mooi. Rustig deppen, blenden en maak je niet druk over dat het niet goed geblend is. Want dat gaan we later doen. Maak me ook echt niet druk over alles wat ik overal smeer, want dat ga ik later rustig weghalen. Dus je kan lekker kliederen hiermee. Ik gebruik af en toe ook gewoon een kwast hiervoor, maar vingers zijn soms gewoon het snelst en het best. En als je van deze eyeshadow ook een paar laagjes opdoet, dan wordt die ook wat meer glimmend. Dat vind ik ook super mooi. Dat is de eyeshadow. Ik veeg even snel het extra eyeshadow weg. Oké, ik heb één oog alvast afgemaakt. De lashes die lijken best wel vol. Maar als de make-up look af is, dan is het heel mooi. Ik heb de eyeshadow aangebracht. Ik pak nu het Zoeva palette. En ik pak een lichte kleur en een donkere. De paarse kleur had ik snel aangebracht. Maar omdat we gaan blenden met deze kleurtjes, komt het allemaal wel goed. Ik heb ook het donkere kleurtje gepakt en daarmee ga ik dus blenden. Oké, dus dat heb ik geblend. Maar als je kan zien, het rode kleurtje is wat vervaagd. Dus wat ik doe, ik pak een kwast. Deze is ook van Morphe, is van de Gilded Collection. En ik pak mijn MAC Fix Plus. Dus wat ik doe, ik spray wat Fix Plus. En als ik nu het kleurtje oppak en die ga aanbrengen, wordt het heel metallic, het kleurtje. Zien jullie dat? En de pigments erin, die worden super mooi en super fel. Blend brush. En ik ga rustig heen en weer om het te blenden. Als het zo droog is, kan je nog makkelijker blenden. Ik ga nu meteen over naar eyeliner. En voor eyeliner gebruik ik de Essence Liquid Ink. Dit is mijn favoriete eyeliner voor de laatste 4 jaar, denk ik. Het kwastje is super dun en het is heel makkelijk om deze aan te brengen. Dus ik doe mijn oog dicht. En met de losse pols teken ik mijn lijn. Een keer, ik heb een andere video op mijn kanaal staan in het Engels. Waar ik mijn eyeliner wat rustiger doe. Ik vergelijk een beetje, maar ik trek hem al best wel snel. Met eyeliner is het echt oefening baart kunst. In het begin lukt het mij ook niet. Ja, en nu gaat het al wat sneller. Dus als je echt goed eyeliner wil zetten, blijf het doen en het komt automatisch. Eyeliner is done. Pak ik weer het kwastje met de kleur van, met de Colourpop kleur erop. En ik ga heel rustig langs mijn waterlijn. Dat heb ik onder mijn oog en ook onder de eyeliner. Dat is natuurlijk veel te veel, dus ik pak gewoon een wattenstaafje. En dan ga ik er rustig langs om het te cleanen. Dit is echt de reden waarom ik mijn foundation op het einde doe. Zodat ik heel makkelijk alles zo kan wegvegen en schoonmaken als ik dat zou willen. Oké, dan de wimpers. De wimpers die ik gebruik zijn van AliExpress. Ja, van AliExpress. Wimpers van Ali zijn super goed. Ik vind ze heel fijn. Je gebruikt ze een aantal keer en daarna gooi je ze weg. Dus allemaal heel prima. Wat ik doe, ik knip de eindstukjes eraf. Zodat het wat beter aansluit op mijn oog. Dit is een wimper die aan de buitenkant wat dikker is en aan de binnenkant wat dunner. En om mijn wimpers te plakken gebruik ik altijd de House of Lashes Lash Glue. Ik vind deze het fijnst. Als je deze op de wimpers aanbrengt, heel dun laagje is meer dan genoeg. Plus als deze dus, als je deze 30 seconden zoiets laat drogen, worden ze heel plakkerig. Terwijl de Duo Lash Glue, de lijm daarvan, ja die, ik weet niet, die laat altijd los op mijn ogen. Terwijl deze is echt muurvast als hij eenmaal op zit. Eind van de dag zitten ze nog perfect.
Het enige wat ik wel wil zeggen is dat als je elke dag lashes gaat doen met deze lash glue, ja, het is niet echt heel goed voor je wimpers. Ik zie zelf in mijn eigen wimpers dat ze wat dunner zijn. Omdat het weghalen van deze lijm gewoon zo lastig is, blijft er altijd wat lijm zitten en plakken ze ook aan elkaar. Verder vind ik dit wel de beste lijm die er bestaat. Ik doe alle producten wel in de downbar, zodat als jullie ze willen opzoeken, makkelijk te vinden is. Ik kijk altijd in het spiegeltje om mijn wimpers te plakken. Ik doe mijn oog altijd dicht en leg hem dan op mijn oog. En dan pas ik hem aan hoe ik zelf wil. Zo, ik heb mijn gezicht schoon geveegd. De ogen zijn klaar. Ik ga nu wat foundation pakken. Ik zet het op de achterkant van mijn hand. En dan pak ik weer mijn beauty blender. Ik heb het op mijn hand, stippel het op mijn gezicht. Dan pak ik mijn beauty blender en blend ik het helemaal uit. Vergeet je nek natuurlijk niet, want het is ook heel belangrijk dat het allemaal één geheel is. Voor concealer gebruik ik de Anastasia Beverly Hills Contour Kit. En dan gebruik ik de lichte bananenkleur. En ik doe vandaag alles met mijn handen, zoals je ziet. Dus die dep ik heel voorzichtig en rustig onder mijn ogen. En dan ga ik weer blenden met een beauty blender. Hetzelfde voor contour gebruik ik deze kleur. Die pak ik ook op met mijn vinger. Deze breng ik heel rustig aan. Deze manier. Oké, ik heb één kant uitgeblend. Ik pak weer de beauty blender en dan ga ik deze kant uitblenden. Ik begin altijd met de lichte kleuren, dus eerst met je highlighter. Want je wil niet donkere kleuren eerst blenden en dan de lichte. Dus heel rustig stippelend. Wat ik nu doe, om de contour uit te blenden, dat doe ik niet met mijn beauty blender. Ik pak de Fix Plus. Die spray ik over mijn gezicht heen. En dan pak ik een kwast. En deze is van Real Techniques. En dan ga ik de contour blenden. En dit blendt veel makkelijker. Omdat deze creamproducten best wel droog zijn. Voor settingpoeder gebruik ik de W7 en dit heet Set It Up. Ik vind deze heel fijn. Het is een witte, doorzichtig poeder. Ik klop altijd extra poeder uit, zodat er wat poeder in de bovenkant zit. Die pak ik met mijn kwast. En deze poeder die plaats ik dan onder mijn oog. En ik doe best wel veel, zodat het rustig kan beken. En dat doe ik ook hier. En natuurlijk ook op de voorhoofd. Je hoeft het niet heel lang te laten zitten. Na een minuutje haal ik het meestal meteen weer weg. En ga ik verder met contour. Ik ga de poeder nu rustig wegblenden en dan ben ik zo weer bij jullie terug. Ik heb alle poeder weggeblend. En wat ik nu ga doen is, ik ga een klein beetje blush aanbrengen. Dat is deze kleur van Essence in Berry Me Up. Ik heb deze al heel lang. Maar goed, ik gebruik niet veel blush. Heel klein beetje maar. Gewoon op de appeltjes van je wangen en een beetje naar boven geblend. Ik ga meteen door naar contour en voor contour gebruik ik de Anastasia Contour Medium to Tight Kit. En dat is deze. Ik gebruik het lichte en het donkere kleur om rustig de contour op te bouwen. Deze breng ik lichtjes aan en deze bouw ik ook rustig op. Oké, nu ben ik ook klaar met de contour. Ik ga verder met de highlight. Ik gebruik MAC Soft & Gentle. En daarbij gebruik ik een prachtige kwast van de Morphe Kill It Collection. Ik pak mijn MAC Fixing Spray. En die doe ik op de brush.
pak ik de highlight op en ga ik op de high points de highlight aanbrengen. En door de viking spray komt de highlight veel mooier naar boven. Beetje op de neus, naar boven, de temples en de cupid's bow. Ik gebruik nog wel veel Engelse termen, maar goed, bear with me, hè? De highlight is klaar. Ik ga nu door met de lippen. Ik heb een glossje van Sephora. En dit is in de kleur Barta Fire. Het is een prachtige kleur, want het is heel natuurlijk. Dit glossje is een hele natuurlijke kleur voor mijn huidcomplexie. Wat ik dan als laatste doe is weer de fixing spray. Dit laat ik dan goed drogen. En dan is deze look helemaal klaar. Oké, dit was de look. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben. Subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. En hier kan je mijn Instagram vinden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Nederlandse volgers zullen het ook super leuk vinden dat deze video in het Nederlands is. Maar goed, voordat ik deze video afsluit, wil ik wel zeggen, stay happy.